Internationaal vermaard, primatoloog Frans de Waal schreef al bestsellers over mensapen en hun politiek, hun empathie, hun oorlogsvoering. En met zijn nieuw boek, dit boek, stapt hij in een heel ander, potentieel wespennest, in anders, gender door de ogen van een primatoloog, gaat hij dus op zoek naar de verschillen tussen seks en gender, man en vrouw en alles wat daartussen zit. Meneer de Waal, welkom. Wat fijn dat u er bent. Leuk, ja. En ook een fascinerend boek. Ik heb het mogen lezen. Ik vroeg me af, u bent bioloog. Waarom schrijft een bioloog over gender? Omdat de mensen heel nieuwsgierig zijn naar de biologie achter gender. Ze horen natuurlijk heel vaak dat gender cultureel is en constructie is. Maar ik denk dat de mensen sceptisch zijn daarover. En terecht sceptisch? Terecht, volgens mij. Ja, want waarom en dan horen ze graag van een bioloog wat hij ervan denkt. En ik kan dan over apen spreken. En men denkt dat de apen tonen de instincten en de biologie. En wij mensen, we zijn culturele wezens. Maar het ligt niet zo simpel, want de apen hebben natuurlijk ook cultuur en leren ook van elkaar. Een chimpansee is volwassen wanneer hij 16 is. Dus die heeft een heel lang leven voordat hij een volwassen man of volwassen vrouw is. Dus die leren ook. Dus de apen zijn ook cultureel en de mensen zijn zeker ook biologisch. Ja, 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 precies. Want wat is het verschil tussen seks en gender? Wel, seks gebruiken we meestal voor de biologische kant. De genitaliën, de hormonen, de chromosomen. En seks is grotendeels binair. Dat is niet helemaal. Dat is 98% binair, man, vrouw. Gender is een term die uitgevonden is door John Money, een seksoloog. Die merkte dat er mensen waren die geboren worden als één seks, maar zich voelen dat ze behoren bij de ander en die ander willen worden. Ja. Hij was ook de eerste die een genderkliniek opzette. En hij leende die term gender van de grammatica, waar we koning en koningin hebben of le en la hebben, weet je wel, gender in de grammatica. Ja. Hij leende die term, want er waren alleen maar negatieve woorden voor die mensen. Die waren vreemd of monsters of niet normaal. En hij wilde een meer neutrale, vriendelijkere term hebben. En zo kwamen we op het woord gender. Gender verdeel je in mannelijk en vrouwelijk, niet in man en vrouw. En alles ertussenin. Dus het is een heel flexibel begrip. En het is heel goed dat we het hebben, want natuurlijk is hoe we ons uitdrukken en hoe we ons voelen en hoe we ons manifesteren als man en vrouw is cultureel bepaald voor een groot deel. Ja. Dus heeft het ook een biologische component? Er zit altijd je kunt ze nooit scheiden. De mensen willen ze wel scheiden, gender en seks, maar je kunt ze niet scheiden. Waarom niet? Omdat je blijft in je lichaam als organisme zitten. En je lichaam bepaalt een heleboel dingen van wat je doet. Dus bijvoorbeeld hormonale spiegels. Er zijn allerlei dingen, de hersenen. Ja. Er zijn allerlei factoren, biologische factoren, die bepalen hoe je je gedraagt. Ja, hoe ziet u dat terug in het dierenrijk? Bij de mensapen die u bestudeert? Je ziet een heleboel geslachtsverschillen natuurlijk in gedrag. En zoals ik zeg, het plaatje is gecompliceerd omdat bij hen ook cultureel en leren een rol speelt. Maar er zijn bepaalde geslachtsverschillen die zien we eigenlijk bij alle soorten. Zelfs niet, ik vergelijk meestal met chimpansees en bonobos, maar bij alle 200 primatensoorten zie je bijvoorbeeld dat jonge vrouwtjes zijn meer geïnteresseerd in kinderen en meer geïnteresseerd in poppen, als je ze poppen geeft. Of als ze zelf poppen maken, want in het wild bijvoorbeeld chimpansees, die pikken soms een stuk hout op en leggen het op hun rug of hun buik. Dat zijn de vrouwen die dat doen en lopen daarmee rond. Dus de jonge vrouwtjes zijn altijd geïnteresseerd in dat soort zaken. En de jonge mannetjes over de hele wereld, jongens worstelen meer met elkaar dan meisjes. Ja. En bij alle primaten, de jonge mannetjes worstelen meer met elkaar dan jonge vrouwtjes. Ja. Dus om die vechttechnieken te ontwikkelen enzovoorts. En er is de laatste jaren natuurlijk veel te doen over mensen die zich niet herkennen in nog vrouw, nog man. En als ik uw boek goed begrijp, dan is daar dus ook een biologische verklaring voor. Dat het al in de baarmoeder iets gebeurt waardoor die twee uit elkaar lopen. Ja, dat is een theorie. We weten niet precies. We weten ook dat het misschien niet genetisch is. Dus we weten niet precies wat het is. Of het hormonale niveaus zijn. In de baarmoeder gebeurt het waarschijnlijk. Want het manifesteert zich heel vroeg. Dus zowel homoseksualiteit als transgender zijn manifesteert zich heel vroeg in het leven, meestal. In de meeste gevallen is het 3, 4 jaar oud dat dat al gebeurt. Lang voor de puberteit. En dan er is heel erg grote weerstand tegen verandering. Dus laatst is er een onderzoek geweest in Amerika dat slechts 2,5%, dat is heel laag, van de kinderen die zeiden dat ze transgender zijn, 6 jaar later van mening veranderd zijn. Dus het is heel resistent. Juist. Alhoewel de omgeving probeert hen ervan af te brengen vaak, gebeurt dat niet eigenlijk. En dat leert u dat het biologisch is? Ja, dat betekent dat die weerstand die moet ergens vandaan komen. Die komt niet van de cultuur, want de cultuur probeert hen juist om te buigen. Ja, duidelijk. Ja, u schopt ook een aantal aannames omver over verschillen tussen mannen en vrouwen. Een van de aannames die u beschrijft is de aanname over vrouwelijke seksualiteit. Die hebben we dus blijkbaar eeuwenlang verkeerd begrepen. Ik zeg blijkbaar, maar ik vertel je natuurlijk niks nieuws. Ja, dat is in de maatschappij zo, maar dat is ook in de biologie zo. In de biologie hebben we altijd de vrouwelijke seksualiteit als passief gezien. Ook bij de mensapen, bij andere mensapen? Bij allerlei soorten, bij vogels, bij vissen, bij alles. De mannen willen seks, de vrouwen, ja, nou ja, dat moet af en toe, maar dan, zo planten ze zich voort. Zo werd dat gezien en dat is eigenlijk omvergeschopt toen we DNA-testen konden doen, bijvoorbeeld aan vogels. Zangvogels hebben een paartje, een mannetje, vrouwtje, eieren. En als je dan die eieren onderzoekt, dan merk je dat daar andere mannen bij betrokken geweest zijn. En aanvankelijk werd er gedacht, misschien zijn die vrouwtjes verkracht door langskomende mannetjes. Maar nu weten we dat die vrouwelijke vogels zelf, die gaan op zoek naar bepaalde partners. En nu weten we dat eigenlijk voor allerlei dieren en ook voor de mensapen. Want ik werk met bonobo's die duidelijk... de vrouwen zijn seksueel zeer assertief daar. En ook zeer biseksueel in feite. Mm. Dus een actieve vrouwelijke seksualiteit is nu iets waar we naar kijken. En dat is onder andere een gevolg van de influx van vrouwelijke onderzoeksters. Dat heeft ook een verschil gemaakt in hoe we naar die dingen kijken. U schrijft inderdaad over Freud, die het over het vaginaal orgasme had... dat dit fenomeen werd bedacht door iemand met een beperkte anatomische kennis... en zonder vagina. Ik begin er ook over, omdat u zegt in het begin van uw boek... ik beschouw mezelf als een feminist. Waarom schreef u dat zo duidelijk in dat boek? Omdat ik geloof dat er gendergelijkheid moet zijn... in de maatschappij. En natuurlijk is er heel lang... wel, je kunt zeggen dat dat er nu wel is... maar er zijn nog steeds allerlei weerstanden. Kijk maar naar de discussie over abortie... die we in Amerika op het ogenblik hebben. Dus er is wel veel bereikt... maar er kan nog veel meer bereikt worden. En ik geloof genderongelijkheid is een probleem in de maatschappij. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat... volgens mij hebben we op het verkeerde deel van genderongelijkheid gefocust. We hebben gedaan alsof gender het probleem is... en dat we genders moeten verwijderen of verminderen... of er minder aandacht aan besteden. Maar het is de ongelijkheid die onrechtvaardig is. En dat is waar we aan moeten werken. Je zegt eigenlijk, die verschillen moet je niet ontkennen... maar de ongelijkheid die eruit voortvloeit wel. Ja. Of die moet je aanpakken. Ja. Kijk, u zegt namelijk... u schopt heel veel omver, maar u onderschrijft ook 2 aannames. U zei ze net al, de jongetjes zijn over het algemeen iets... mannen zijn wat gewelddadiger... en de vrouwen hebben meer aanleg om voor kinderen te zorgen. Ik dacht, dat vinden feministen meestal niet heel erg terecht. Of leuk om te horen. Ja, maar als je bijvoorbeeld een moeder met een nieuwgeboren baby... binnenkomt in een groep apen... wordt ze meteen omringd door jonge vrouwtjes. Die willen allemaal het babytje aanraken, vasthouden enzovoorts. Jonge mannetjes, heel weinig belangstelling. Dus er is een groot verschil in de belangstelling voor kinderen. En het worstelgedrag van jongens en mannelijke apen... heeft ook iets te maken met dat ze sterker zijn dan de vrouwtjes. En ze moeten leren om hun kracht te beheersen. Ze moeten leren als ze omgaan met jongen... als bijvoorbeeld een grote gorilla, zo'n grote man... als hij even zo doet op een babygorilla, is de baby dood. Dus hij moet leren om zijn kracht te beheersen. En ze spelen ook met baby's. Die mannelijke gorilla's die spelen met baby's en de baby's overleven. Dat betekent dat ze hebben geleerd om al die kracht die ze hebben te beheersen. Ja. Het ingewikkelde natuurlijk, dat vertel ik u denk ik niks nieuws... is dat het benadrukken van biologische verschillen... vaak juist voor vrouwen heel slecht uitpakt. En de biologie heeft daar ook, dat beschrijft u in het boek... ook wel aan meegedaan. Zelfs Darwin, die twijfelde... aan de intellectuele capaciteit van vrouwen. Ja, dat is nou echt een onderwerp... Bij de mens weten we nu uit allerlei onderzoek... en nu, jongens en meisjes hebben nu een zeer vergelijkbare opvoeding... en educatie natuurlijk... is dat die intelligentieverschillen eigenlijk niet bestaan. Nee. En ik heb mijn hele leven aan intelligentie bij dieren gewerkt... dus ik ken de hele literatuur van zowel apen als allerlei andere dieren... Er is heel weinig geslachtsverschil in intelligentie, in intellectuele capaciteit. Ja. Dat is, als de wetenschappers dat zouden vinden, zouden ze het zeker rapporteren... want dat vinden ze interessant. Maar dat wordt niet gerapporteerd, dus het is er eigenlijk helemaal niet. Nee, maar dus er zit een soort bias, lijkt. Er is natuurlijk heel lang een bias. Juist omdat we die verschillen zo benadrukt hebben. Filosofen na filosofen eeuwenlang hebben gezegd... mannen zijn slimmer dan vrouwen, mannen zijn intellectueler dan vrouwen. Allemaal mannelijke filosofen natuurlijk die dat gezegd hebben. Op het ogenblik spreken we er nauwelijks meer over... want we kunnen het absoluut niet aantonen. Het is er gewoon niet, volgens mij. U schrijft ook over het concept dualisme. Scheiding tussen geest en lichaam. Wat houdt dat dan in? Ja, dat is heel mannelijk, vind ik. En het is natuurlijk ook makkelijker voor een man om zijn lichaam te ontkennen... want hij gaat niet door cycli heen, hormonale cycli. Dat is een heel mannelijk idee, is dat de geest soort van losstaat van het lichaam. Hier heb je de geest en het lichaam is natuurlijk zondig... en daar willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. En het zijn ook vooral mannen die hun hersenen willen laten invriezen. Er zijn 99% mannen die hun hersenen willen laten invriezen... zodat ze een eeuw later misschien weer tot leven gebracht worden. Ik weet niet hoe ze denken dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dat is een heel mannelijke gedachte. De scheiding tussen lichaam en geest. En daarom is het een beetje verwarrend dat... op een gegeven moment de tweede lichting feministen... die begon dat over te nemen. Zo van, dat lichaam is eigenlijk niet zo belangrijk. Er is alleen maar een verschil tussen de benen. Dat is alles wat er is. En de geest, de intellectuele ontwikkeling is het belangrijkste. Toen zij dat overnamen, vond ik dat heel vreemd. Want het is een hele masculine gedachte eigenlijk. Het lichaam van de vrouw werd natuurlijk juist vaak gebruikt... om ze inderdaad op een andere positie te plaatsen. Dus begrijpelijk is het wel. Ja, en dat is onterecht. Ja. En dat is wat we moeten aanpakken. Ja. Niet het lichaam zelf. Ja. Kunnen we dan nog iets leren van onze... collega mensapen om dat dualisme te slechten? Ja, bijvoorbeeld, ik toon in mijn boek dat er behoorlijk wat genderdiversiteit is bij de apen. En dat het niet allemaal mannetje-vrouwtje is en dat er van alles tussen zit. En er zijn veel uitzonderingen op. En dat het gedrag, er is bepaald gedrag dat geslachtsgebonden is, volgens mij. Maar er is ook gedrag dat we vaak aannemen, waarvan we denken dat het geslachtsgebonden is. Bijvoorbeeld leiderschap. We denken dat mannelijk leiderschap natuurlijk is dan vrouwelijk leiderschap. Daar geloof ik helemaal niks van. Elke primatengroep heeft vrouwelijke alfa-vrouwen enzovoorts. Of dat mannen niet kinderen kunnen verzorgen. Dat niet natuurlijk zou zijn. Dat het is meer een vrouwenjob. We weten uit het wild bijvoorbeeld bij chimpansees en bonobos... dat de mannen soms een weeskind adopteren. Dus als er een moeder haar leven verliest... dan is er ineens een weeskind. Die wordt niet geadopteerd door vrouwen... want die vrouwen hebben hun eigen kinderen. Dat is niet een mogelijkheid voor hen. Die worden geadopteerd door mannen. En je hebt volwassen mannen... chimpansee alfamannen zelfs... en niet voor 2 dagen... die voor 5 jaar een kind adopteren... en op de rug dragen en beschermen... en daarmee optrekken. Dus alhoewel ze dat normaal niet doen... zijn ze er wel toe in staat. Ja, wat ik leer uit uw boek... is dat de biologie geen vaststaand gegeven is. U schrijft, het is veel flexibeler dan wij denken. Ja, dat is het mooie. De biologie, maar dat zal elke bioloog je vertellen. We zijn gewend aan individuele variabiliteit in de biologie. Elke boom is anders. Zo, in de biologie zit veel meer flexibiliteit dan mensen denken. Ja, want u schrijft tot slot... de taken op het gezinsfront moeten herschikt worden. Mannen moeten thuis een grotere bijdrage leveren. Biologisch gezien kan dat dus gewoon. Er is geen enkele beperking wat dat betreft. Ja. Goed nieuws om mee af te sluiten. Dank u wel. Ja, dank u wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.